En de OAS heeft positief gereageerd op de vraag van Suriname om internationale waarnemers te sturen voor de verkiezingen van 25 mei. De ACP en de CARICOM hebben dit momenteel in overweging. Dit maakt minister Ildis Polak Begli van Buitenlandse Zaken bekend in het persbericht. In februari is er een tweede online bijeenkomst gehouden voor de hoofden van diplomatieke en consulaire organisaties in Suriname. Het doel van deze sessie was om informatie te verschaffen over de speciale maatregelen en protocollen met betrekking tot internationale waarnemers bij de verkiezingen op 25 mei tegen de achtergrond van de COVID-19-pandemie. Minister Polak Begli benadrukte bij de opening van de vergadering het belang van de waarnemers bij het verkiezingsproces. En de bewindsvrouw deelde mede dat er thans wordt gewerkt aan het opstellen van de relevante COVID-19-protocollen voor waarnemers.